Hij zit op het dak van de buren. Waar zit in de tuin voor de buren? Doe. Ik denk dat ik even naar de buren ga om even vragen of ik eventjes dat ding kunt ophalen. Awesome. Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pocky 5. Vandaag gaan wij dus deze dromen handelen. Ik heb deze van AliExpress gekocht voor ongeveer, wat is het? Ik weet niet eens hoeveel ik denk, voor mijn 17 euro, iets van 17 euro of zo. En het leuke hieraan is, het heeft zo'n control dingetje dat je aan je hand kan doen, wanneer je de drone kan besturen. Looks pretty epic, hè? Dus de drone belooft een aantal dingen. Ten eerste heeft een IR obstacle avoidance sensor. Dus als je in de buurt komt van een obstakel, dan gaat hij dat proberen te vermijden. Werkt het? Geeft idee. Zullen we zo op zien. Evenals hand throwing induction mode. Dus volgens mij kun je hem dan gewoon gooien en dan is hij gewoon in de lucht. Fantastisch, prachtig. Altitude hold, dus dan blijft hij op een hoogte vliegen. Gravity sensor, remote control, geen idee. 360 rolling. Nou, gok ik dat hij gewoon een 360 kan doen. In de lucht, dat zou best wel vet wezen. Lighting control, want deze heeft ook nog leegjes erop. En dat is natuurlijk ook hartstikke fantastisch in het donker als je mee gaat vliegen. Maar waarschijnlijk ben ik het dan ook zo kwijt. Nou, nee, nou is niet, omdat ik die lichtjes heeft. Hey. Voor de rest heeft het een gyroscoop om natuurlijk stabiel te blijven. En one button om één knopje om het gewoon te starten en te stoppen. Dus dat is pretty much wat het ding heeft. Ik ga hem nu wel even uitpakken en kijken of het daadwerkelijk een beetje biedt wat het op de doos staat. Oké, zal ik hem even openen? Piepschuim, dat is al een goed teken dat het wel een beetje veilig... Oh, kijk. Holy shit, het ziet er best wel episch uit. Ik weet niet eens of deze drone reviews had, want ik heb zoveel van die dingen afgezocht en uiteindelijk heb ik deze gevonden. Volgens mij had hij best wel goede reviews, dus ik verwacht dat het goed is. Dus je hebt hier de drone, dus als eerst moet je waarschijnlijk deze dingetjes aan elkaar vast verbinden. Zo, dat vermoed ik, want anders gaat het niet aan. Je hebt hier een USB-tje, waarbij ik geen flauw idee heb waarvoor dat is. It's me from the future! Ik had een beetje moeite mee met te beschrijven wat alles is. Maar ik weet het eindelijk. Nou, dat propeller is spreekt voor zich. Zijn extra propellers, mocht dat stuk gaan. Het gele knopje is om hem aan en uit te doen, gewoon in de lucht. Dat staat ook op de verpakking. En we hebben het USB-tje waar ik al de meeste vragen over had. En het USB-tje is namelijk de oplader van de batterij die erin zit. En dat plug hem in, zo in de computer of wat dan ook, en dan laat hij dat op. En dit laadkabeltje is namelijk van het handdingetje, de handcontroller. En that's pretty much it. Oh shit. Ik doe echt paling. Niet tegen de auto. Oh my god, wat de fuck is er? Ik doe me uit. En nu is de drone vast in de bosjes. Hoe de fuck bestuur je dit ding? Dus hier doe je mee uit. Correct? Ik vind het echt eng om te filmen. Dus met deze doe je het uit. Oké, you got this? Ja, alleen in noodsituaties. Dat was best wel een noodsituatie. Ja, ze net wel, ja. Ik weet niet of ik hier moet staan. Oh god, oh god. Oh shit. Dat werkt ook nog. Anders moet je een keer de gebruikers. Die ghost geweest. Nou, als je gebruikers aan. Ding leest. Weet je, ik doe hem eerst even uit. Maar ik wil een keer proberen. Ja, maar ik geef even de gebruikshandleiding. Ja, dat heb ik al gelezen. Maar vertel me niet wat ik moet doen. Dat is grappig. Wat moet je doen dan? Hoe moet je het goed besturen? Ik pak even de handleiding erbij. Kijk, ik heb wat dingen gelezen. Of het goed gaat, ik weet niet. Hoogstwaarschijnlijk niet, maar ik hoop voor het beste. Oké, moet ik drie keer drukken voor de. Waar is hij? Weet je, ik ga de camera overnemen. Jij gaat. Nee, ik weet niet. Jij gaat het proberen. Hier ziet u Melanie druk aan het bestuderen hoe het werkt.
Ik heb tenminste geen gevoel dat ik controle heb over dit ding, eerlijk waar. Dus ga het proberen, jongens. Hij staat nog steeds aan. Oh shit, ik zie hem. Waar is hij? Oh, daar. Oh. Krijg gewoon onder controle? Hoe dan? Oh shit. Ah. Holy shit, ik heb verlift. Jij pakt hem uit de bosjes. No. Heb je hem wel aan het handen? Oeh, daar gaat hij. Ah, wat de hel doe jij? Oh my god. Ik... Ja, het gaat nog goed. Holy shit, dat is vet. Dat is echt vet. Alleen nu niet crashen. Don't crash it. Oh mijn god. Wat did je doen op mijn drone? Wassie. Maar je doet wel een dikke flipje. Ja joh, dat was sick. Waarom ga je altijd die kant op? Sanne, daar komt de auto maar. What the fuck is die? Vragen of ik eventjes dat ding kan ophalen. Oh my god, Sam. Oh, we got the Mac. Chill. Hij was niet ver of hij lag in het water. Oh! Oh shit, oh, dikke flip. Oh boy. Yeah, het werkt. Kijk wat een controle, holy shit! Wat een controle heb je erover trouwens. Mijn god. Oh, nu is hij gewoon leeg zeker. Oké. Okay. Wat vond je van het apparaat? Nou, even wat meer dan ik niet kreeg. Dat is echt... Hij is wel cool. Ja. Maar je moet er wel mee onder kieken. Want dan is je perfect! Ik bedoel dat het apparaatje even werkt. Mm-hmm. Of je goed werkt, is waarschijnlijk licht aan ons. Mm-hmm. Ik denk niet zozeer het product. Nee. Dus eigenlijk denk ik, het is best wel een leuk apparaatje. Je kan er lekker mee aan hoeren, zoals je zegt. Melanie die pist al bijna in haar broek. Dus zou ik dit aanraden, dit product? Zeker. Ja, ik zou het wel aanraden. €17 is misschien eventjes een prijsje, maar uiteindelijk heeft best wel een grote drone, is niet zo'n klein lullige dingetje. En lekker coole flipjes. En hij heeft heel veel crashes overleefd. En hij is heel vaak in de bosjes geweest inmiddels, dus allemaal overleefd. Dus allemaal is het een best wel goed kwaliteit productje. Hij zit ook lichtjes in, ook hartstikke cool natuurlijk om weer terug te vinden. Want die meneer waar hij in de tuin was bij mij, die zei van, oh ik zie daar op het knipperen. En hij is van, ah daar is hij, ja dat klopt, dat is hem. Dus dat is heel handig als je terug moet vinden. Ja, want dat zou je waarschijnlijk hoogwaarschijnlijk wel moeten doen als je niet dit ooit gebruikt hebt. En goed de handleiding lezen is ook belangrijk. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Het product staat in de beschrijving. Ja, bedankt voor het kijken. Subscribe, like, check later. De microfoon stond niet aan. Ah, jawel jongen. Nee. Jawel, nee. Je hebt niks gedaan op dat dingetje. Ik heb het zo gezien. Oh! Ah, fuck!